kunstwerk was voor mij een stukje rust, structuur ook wel. Dat ik kon er echt naar uitkijken. Het heeft me ook wel gebracht dat ik meer zelfvertrouwen kreeg. Kunstwerk is eigenlijk wel boven mijn verwachtingen geweest gegaan. Ik stapte er wel in met het idee van oké, dit wordt echt een creatieve setting om je eigen kwaliteiten weer een beetje te ontdekken of herontdekken. En dat is ook wel gebeurd. En ik heb zelfs een nieuwe kwaliteit gevonden. Dat schrijven, zeg maar. Ik heb eigenlijk nooit in mezelf zo gezien. En dat wordt me toch continu om me heen door iedereen op de feedback gegeven. Van, hey, je moet wat doen met schrijven. Tijdens kunstwerk kijken we naar interesses en gaan we op zoek naar talent. Maar we dagen natuurlijk ook uit om met dat stuk aan de slag te gaan wat moeilijk is. En juist daarmee komen deelnemers weer in hun kracht te staan. Bij de lessen van Ellen heb ik gemerkt dat ik op dat moment wel iemand was die de kat uit de boom keek. Maar op het moment dat ik dan een opdracht kreeg en kon improviseren, dan ging er bij mij een knop om. En ja, dan lukte het me eigenlijk heel erg goed. En is er een scène ook geweest waarin eigenlijk de hele klas eigenlijk alleen maar aan het lachen was en dat het gewoon heel erg positief was. Het leuke vond ik bij Evie was veel met je handen bezig zijn. Een beetje out of the box denken. Weet je, meer in structuren en vormen. En dat moest ik nog een beetje leren, maar vond ik wel heel leuk. Ik heb foto's mogen maken omdat ik fotograaf ben. Ik heb daarin de beste foto's uitgekozen voor mezelf. Daar kon ik een tekst bij maken. En ja, ik heb dat eigenlijk op mijn gemak, op een computer, eigen computer heb ik toen meegenomen. En ja, heb ik gewoon die tekst geschreven. En ja, op dat moment dat ik die tekst aan het schrijven was, kreeg ik ook eigenlijk weer kippenvel omdat ik terugkwam in het moment. Tijdens het traject zag ik deuren steeds verder open gaan. En één deelnemer vertelde mij ook dat ze door kunstwerk steeds rechterop is gaan staan. Ja, ik heb mezelf een keer niet achteruit gezet op dit moment. En ja, ik heb mezelf echt wel een keer op de voorgrond gezet. Bepaalde doelen die ik had, een stukje continuïteit opbouwen, dat mensen op me kunnen rekenen dat ik er ben, daar heb ik ook wel erg goed aan kunnen werken. Ja, het gevoel wat ik nu heb achteraf, ja, het heeft me wel een beetje soort, herwonnen vertrouwen gegeven, zeg maar.